waarom bent u vandaag hier? En waarom bent u een voorbeeld om Willy? We schrijven geschiedenis. En een van de zaken die u en anderen gedaan heeft, terwijl de kolonisator ons heeft opgezet en we tegen elkaar, families tegenover families, vrienden tegenover vrienden, honderden mensen hebben hun leven gelaten in de vuile oorlog. Honderden mensen, tientallen kinderen, vaderloos. Moeder, vader verloren, moeder verloren, broer verloren, neef verloren. En u en anderen waren de voorvechters van het vredesproces. En u hebt gezeten en u hebt gezegd, we blijven hier zitten tot de zon opkomt, maar wij moeten dit beëindigen. En daarom wordt u onderscheiden als deel van de geschiedenis.